Ik ben Jan Geerling en neem u vandaag mee op een verkenning van het Friese Franeker. Bent u geïnteresseerd in mooie steden? Kijk dan ook eens op mijn website Inzicht, www.microtourisme.nl. Daar vindt u meer historische informatie, stadswandelingen en mp3 audiotours. En het mooiste is, alles is gratis. En hier, aan de Academiestraat, stond dan vanaf 1585 de Friese Academie van Franeker. Het was een beloning voor de stad die al heel vroeg achter Willem van Oranje stond. 30 jaar lang was de Academie, naast de Leidse, de enige universiteit in de Nederlanden. Er zijn destijds 4 redenen aangevoerd voor het oprichten van de universiteit. Het was goedkoper dan studeren in Leiden. De ouders konden beter op het gedrag van hun kinderen letten. Het was goed voor de ontwikkeling van de bevolking. En het geld dat de studenten zouden uitgeven bleef binnen de provincie. De studenten kwamen uit heel Europa. In de voorstraat is een plaquette te zien waarop staat dat er destijds 1200 Hongaarse studenten onderwijs hebben gevolgd in Franeker. Na een veelbelovend begin met groeiende studentenaantallen, vooral de theologische faculteit groeide sterk uit, stond rond 1625 de hogeschool al bekend als de Zuipacademie. In 1811, onder het bewind van Napoleon, werd de universiteit bij decreet opgeheven. De Oranjerie is het meest historische deel van het academiegebouw. In de 17e eeuw was het voor eerst sprake van een oranjerie. Voor de wetenschap werden hier eind 18e eeuw tropische gewassen ingeteeld. Halverwege de 19e eeuw werd het gebouw in gebruik genomen door het psychiatrische ziekenhuis. Het gehele gebouwencomplex van de academie is nu omgevormd tot woningen en appartementen. Het binnenterrein is opnieuw aangelegd. De Hortestuin is gerestaureerd. We lopen weer verder op onze verkenning van hinderlopen. Dit lijkt wel een gevel bij een toneelstuk. Het hele huis wordt nieuw opgebouwd, alleen de oude gevel blijft staan. In dit pand aan de Schilkampen was vanaf het midden van de 16e eeuw de burgemeesterswoning van Franeker. Willem Staakmans, die in de eerste helft van de 17e eeuw burgemeester van Franeker was, is hier geboren. Nu zit er schoonheidssalon Engelina in. Westerhuis Gasthuis is een schilderachtig hofje dat in 1737 werd gesticht door Titia Bogaerde, de weduwe van burgemeester Westerhuis. Het hofje was bestemd voor 18 godsvruchtige weduwen of bejaarde dochters. De vrouwen mogen nu ook jonger zijn.
Wel is er gevraagd uitsluitend witte vitrage voor de ramen te hangen. De bekroning van de toegangspoort bevat namen en wapens van de stichter en de eerste voogden. Omstreeks 1530-1540 werd het Klein Botniahuis door Jarich Botnia, grietman van Franekradeel, drastisch verbouwd. Dit bestaande gebouw was opgebouwd uit kloostermoppen. Twee lagen rode en één laag gele. De vensters bestonden uit kloosterkozijnen. In de gevel aan de brede plaats is dit nog duidelijk herkenbaar. Zelfs zou men nog een ouder gedeelte kunnen herkennen, namelijk ter plaatse van de kelderraampjes rechts in de gevel. Nog duidelijker waarneembaar is dat de verbouwing van 1540 met een verhoging van ruim een meter gepaard ging. In 1853 werd het huis bestemd tot diaconie-weeshuis. De steen boven de deur lijkt daarvan te getuigen, maar is in werkelijkheid afkomstig van een ander weeshuis. De gotische kerk uit de 15e eeuw is niet de eerste kerk in Franeker. In 1085 is er al sprake van een eveneens aan de heilige Martinus gewijde kerk in Franeker. Een tufstenen hallenkerk in Byzantijnse stijl met drie kapellen. Er kwam behoefte aan een grotere en mooiere kerk. De oude kerk werd afgebroken en de nieuwe kerk werd op dezelfde plaats op de terp gebouwd. De muren zijn van prachtige oude bakstenen, zogenaamde kloostermoppen. Opvallend is de vaak onregelmatige plaatsing van steunberen en ramen, die vermoedelijk is ontstaan doordat de zijbeuken vroeger langer zijn geweest naar het westen toe. Deze steunberen vangen de buitenwaartse krachten op van het gewicht van de daken. Doordat de buitenmuren nu ontlast waren, konden er grote ramen ingezet worden, waardoor het interieur helder verlicht werd. Franeker was vroeger een belangrijke stad. Er woonden veel rijken, bewoners van de Kammergastins, de Botniastins en het Martenahuis, en intellectuelen, professoren van de universiteit. Velen van hen hebben hun laatste rustplaats in de kerk gevonden. Dit poortje zou ooit gestaan hebben voor de zogenaamde fluistersteeg. Het poortje is later overgebracht naar het hofje tussen de Herengracht en de Zuiderkade. Nu zit dat deel boven de ingang in het koor van de Martinikerk.